Jeremy Bokila is de nieuwe spits van Sparta. De oud-aanvaller van AGOVV wordt gehuurd van Zulte Waregem. Tegenover zijn komst staat het vertrek van Jetro Willems. De linksback gaat voor 3 jaar naar PSV. FC Dordrecht beschikt ook dit seizoen weer over Tom Beugelsdijk, hier links in beeld te zien. ADO Den Haag verhuurt de verdediger opnieuw, net als middenvelder Donny van der Dussen. Gerard Coxal gaat juist terug naar ADO, dat vindt dat hij niet genoeg speeltijd krijgt in Dordrecht. André Krul gaat keeper bij AGOVV. Vorig jaar verhuurde FC Utrecht hem nog aan Sparta, nu doen ze dat aan de club uit Apeldoorn. Middenvelder Juanito Sequeira gaat voetballen bij Helmond Sport. Sequeira zat zonder club sinds FC Dordrecht besloot niet met hem verder te gaan. En Gennaro Zeefuik speelt de rest van dit seizoen voor NEC Nijmegen. De club van trainer Alex Pastoor huurt de oud-spits van FC Dordrecht van PSV.